U dacht, wij komen gewoon even een pakketje brengen? Ja, zeker, want we kunnen het missen, dus we hebben het allemaal niet nodig. En er zijn heel veel mensen die het wel nodig hebben. En dat dachten meer mensen in en rond Tilburg, want de kisten, dozen en vriezers waren goed gevuld vandaag. En dat terwijl gisteren bijna alles op was. Ja, we zijn nu eventjes gered, maar ja, hoe het volgende keer gaat, dat weten we natuurlijk niet. Want de donaties zijn natuurlijk nu nog steeds van harte welkom. Nadat de Voedselbank gisteren de noodklok luidde, stroomde de ene na de andere gift binnen. De telefoon heeft eigenlijk niet meer stilgestaan, de mailtjes kwamen binnen, er werd getwitterd, er werd geretweet en op alles kwam binnen. Tot zelfs van andere bestuursleden werd er daar een huis afgeleverd. Die kwam met de stationcar bij ons en dat werd bij ons weer gelost. Nou, het was gewoon een gekkenhuis, maar wel grandioos. Het eten wordt van alle kanten aangereikt. Van bedrijven die wat over hebben tot particulieren die iets kunnen missen. Ja, dat is net komen brengen. Als je er een beetje bij kunt dragen, dat is toch fijn. U heeft 3 volle tassen? Ja, klopt. Maar dat was bijna niet het geval geweest. Ja, dat vind ik krampzalig. Hoe belangrijk is de Voedselbank voor u? Het is belangrijk dat je dit toch nog kunt hebben. Want het is wel een klein beetje op een spel van Hooiberg. De glimlach van de mens is onze loon vandaag. Nou, en daar doen we het voor. Iedere keer weer.